Auto versneld. Vertrokken. En we zijn vertrokken voor 2400 meter in de prijs. Tefex, Horsax en Chloe Dawanyi is vertrokken als een pijl uit de boog. Met Ringo DC meteen op de tweede plek in de achterhoede. We zijn er problemen voor Canon Macaire. Waar het kanon blijkbaar verkeerdelijk afgesteld staat. We komen de Gaverbeekbocht in met Chloe Dawanyi als koploper. Met in tweede stelling Ringo DC. Dan hebben we derde aan de binnenzijde Rigamon Doetsel. En die wordt dan gezelschap gehouden. Verder weg door Rigolette aan de buitenzijde. Hebben we eerder nog Kiram Deel en Rigolette die heeft dan aan de buitenzijde Comilfo die schoot. En zo zijn we opnieuw aan de overzijde van de baan en is het Canon Macaire die op een grote achterstand aan het volgen is. Richting de bloze bocht zijn we aan het draven met Ringo DC als nieuwe leider. Die neemt even over van Chloe Dawanyi. Derde aan de binnenzijde volgt dan in de blauw-witte kleuren Rigamon Doetso met Kiram Deel buitenom. Comilfo Dischot, die wordt dan aan de binnenzijde gezelschap gehouden door Rigolette, wanneer we Canon Macaire nog altijd zo'n 8 lengte achter het veld zien volgen. Maar voor de zakgeldplaatsen is hij absoluut niet kansloos, tenzij hij met zijn Pegasus vleugels nog zou kunnen terugkeren. Maar vooraan heeft Francis Nering alles onder controle. Met Ringo DC leidt hij makkelijk met een lengtevoordeel op in tweede stelling Chloe Dawanyi. Op de derde plek hebben we dan Rigamon Doetso. Buitenom Comilfo Dischot, die op kouse voeten dichterbij aan het komen is richting de derde plek, richting Chloe Dawanyi. En die wordt nu het kapje van de oortjes getrokken om de versnelling van de Ringo DC te kunnen volgen. Niet echt de versnelling, maar het tempo toch te kunnen blijven volgen. En op dit moment kan Chloe Dawanyi opnieuw de rug van Francis Nering bijbenen. Ringo DC die leidt. In tweede stelling zien we dan Chloe Dawanyi. Derde aan de buitenkant, Comilfo die schot. Met aan de binnenzijde volgende Rigamon Doetsel, Kiram Deel. Die ligt dan vijfde. Zesde hebben we Rigolette en Canon Macaire. Komt echt niet meer in koers nu. Zeven galop, zeven. Met z'n zessen moeten het onder elkaar uitvechten. Ringo DC die heeft nog steeds de sleutel van deze koers in handen. Cisnering kijkt even links. Cisnering kijkt even rechts. En hij ziet dat de kust relatief veilig is. Maar dat Comilfo die schot de enige is die het hem nog lastig kan maken. Tenzij Kiram Deel nog een extra versnelling uit de hoed kan toveren. Want Chloe Dawanyi moet even bijtanken richting de 500 meter paal. Ringo DC die leidt. Maar Comilfo die schot is een vat vol reserves. Aan de binnenzijde Chloe Dawanyi die probeert de tweede adem te vinden op plek 3 met Kiram Deel aan de buitenzijde. Rigamon, Doetsel en Rigolette die volgen. We komen de laatste rechte lijnen in de Steffex. Horstrux prijs met als koploper nog altijd Ringo DC met anderhalve lengte voordeel op. Comilfo die schot. Die moet de versnelling van Ringo DC nu beantwoorden. Kiram Deel op de derde plek. Aan de buitenzijde zien we nog strijd voor de ereplaats met Rigamon, Doetsel en Rigolette. Maar Ringo DC die gaat een nieuwe zege opwaren en behalen. Zege nummer 4. En het is Ringo DC die het makkelijk wint met 4 lengte voorsprong op Comilfo die schot. Close voor de ereplaatsen. Voor de derde plek aan de binnenzijde Kiram Deel. Aan de buitenkant Rigolette. En Rigamon Doetsel die volgde als vijfde. Voor als zesde Chloe Dawanyi. Maar de winnaar van de prijs is Steffex Hortrux. Nummer 2 Ringo DC. Voor Jo Corbani als trainer. Cisnerink in de Silky. De winnende eigenaar Stal DC.